Hij gaat er wel zo, of niet? Ik ben wel een dat zou ik daar gaan uitstellen. We zitten net voor 12 uur op deze mooie zaterdag in mei. We zijn aan de net voor de aanvang van 12 minuutjes op de start van de 120 damesfinale. Mijn naam is Mark Kieftenbelt en ik zit hier weer met mijn vaste compaan Bas Hendricks. En dan gaan we uit basketbal namens de NBW Basketbalbond. Jullie voorzien van hopelijk een beetje vakkundig commentaar. Bij de ploeg zijn aan het warm draaien, lijkt me handig. Bas, wat denk jij tot nu toe vooraf aan deze ontmoeting? Nou, ik denk als je kijkt naar het hele seizoen, de Grasshoppers en CPL eigenlijk allebei wat traag op gang gekomen zijn. De Grasshoppers wat sneller de boel vlot getrokken heeft en de wedstrijden wat makkelijker ging winnen. In het begin van het seizoen verloren ze natuurlijk snel voor de beker van Rotterdam. Ze gingen de Bietenbrug op in Eindhoven, als ik het me goed herinner. En CTO, die kwam een keer bij ze winnen. In Amsterdam duurde het wat langer voordat het op gang kwam. Je hoort veel mensen zeggen dat dat te maken heeft met de komst van Hakim Salem in de kerstvakantie. Het is in ieder geval niet te ontkennen dat de ploeg daarna een hele mooie opmars gemaakt heeft. En zich uiteindelijk het toch nog wist te kwalificeren voor de Final Four. Waarin ze in de, met name die tweede wedstrijd opmerkelijk ruim van Rotterdam wonnen. Een ploeg die ik eigenlijk toch wel hier verwacht had. Zeker nadat ze redelijk imponerend de beker wonnen. Ja, nee, ik denk wat je vooral ziet is dat het bijzonder is in deze competitie dat de twee bekerfinalisten, waar op dat moment geen mens wat op wat af te dingen, hier allebei niet staan. Ja, dat is eigenlijk ook een beetje hoe het seizoen is geweest. Een ploeg of 5-6 in de competitie die echt meededen om die Final Four plekken. Eigenlijk iedereen kon winnen van iedereen. En volgens mij is dat ook zo goed als gebeurd. Maar uiteindelijk inderdaad een knappe slag van CTO. Wat in de beker ruim verloor van Rotterdam. Twee keer in de competitie aan het kortste eind trok. Thuis verloor. En toen dacht iedereen, nou, dan gaat in Rotterdam wordt dat gewoon een afgetekende winst voor de thuisploeg. Maar CTO wist aan de ene kant te verbazen en aan de andere kant, gezien de trainingsuren en het nodige talent wat daar rondloopt, weet je dat er ergens een keer een moment komt dat het allemaal gaat vallen. Ja, we deden het in het begin van het seizoen ook al, toen ze naar Katwijk ging op vrijdagavond. Dan hebben we het over 23 september. Dat is weer lijkt wel een eeuw geleden. Als we kijken naar die wedstrijd, dan zien we een uitslag van 76 voor Grasshoppers en 90 voor CTO. Waarbij met name Nanneke Vissers en Kato Koenen prima wedstrijden speelden. Kato met een efficiency rating van 28, scoorde 23 punten in 35 minuten. Nanneke Vissers kwam met 22 punten, 16 rebounds en 6 assists thuis. Aan de andere kant van het veld 23 punten voor Ilse Kuit, 20 voor Rosalie Aandewiel, 10 voor Mia Hordijk. Die Rosalie Aandewiel is misschien wel een hele belangrijke speelster. Die wordt niet echt genoemd bij de grote kanonnen van deze ploeg. Maar ze scoort wel week in, week uit dikke twintigers. En kan zowel op snelheid als van afstand natuurlijk goede dingen doen voor de ploeg. Dat ben ik met je eens. Ik denk dat ook een groot verschil is ten opzichte van het begin van het seizoen. Is dat Noord-Riesen nu ook meedoet. Dat scheelt een hoop voor die ploeg. Ervaring, toch al wat dames playoff wedstrijden gespeeld ook. Maar daar is ook meteen weer het risico van vandaag. Want vanavond moeten de dames van Grasshoppers nog spelen in een do-or-die uit in Lansmeer. Het risico daarin is toch, kan je opladen voor twee van zulke belangrijke wedstrijden op één dag? Hoe hou je dat? Red je dat? Is dat mentaal op te brengen? En ik denk ook dat de uitslag van deze wedstrijd daarop invloed zou hebben. Word je kampioen, dan ga je er anders in dan dat je hier al toch wel, nou, misschien wel verrassend de finale zou verliezen van CTO. Want ik denk dat we allemaal wel zullen denken dat de favoriet van vandaag uit Katwijk komt. Maar we laten ons graag verrassen. Ja, dat is absoluut een feit. Laatste wedstrijd tussen beide ploegen was op 20 januari van dit jaar in Amsterdam. Einduitslag 60-81 in het voordeel van de gasten. Solar systemen Grasshoppers toen met opnieuw Rosalie Aandewiel voor 23 punten.
met 20 ook voor Mia Hordijk en 13 voor Ilse Kuyt. Wat je ziet is dat aan de andere kant met name Zoe Slachter gezocht werd in de aanval. Op 12 punten scoorde, maar 6 op 17 in sideschoot. En ja, dat is natuurlijk wel een schotpercentage wat je bij tegenstander center wilt afdwingen. Eens. Ik denk toch dat het gevecht wordt tussen de sterke meiden van het CTO en het frivole en aanvallende snelle basketbal van Grasshoppers. Het is interessant om te kijken hoe de ploegen zich hebben voorbereid en wat ze hebben bedacht om het verdedigend de andere ploeg lastig te maken. Voor CTO lijkt me het belangrijk om de tempo te controleren en de flow eruit te halen. Want het is een levensgevaarlijke ploeg, dat Grasshoppers. Maar als ze de wedstrijd kunnen controleren in tempo, dan kan Amsterdam echt een hele goede pot spelen. En ik verwacht dat het niet anders dan spannend gaat worden. Nou, laten we daar in ieder geval van uitgaan dat het een spannende wedstrijd gaat worden. Als je de koppen van de meiden ziet, dan zie je hier en daar nog wel wat lachen en glimlachen. Maar de kopjes staan toch ook steeds strakker aan beide kanten. Grasshopper stond hier vorig jaar natuurlijk al tegen een ploeg die hij redelijk goed kent, de Jolly Jumpers. Is dat nog speciaal voor jou om nu vanaf de zijkant toe te kijken? Speciaal niet. Ik ben gewoon heel benieuwd hoe onze competitie zijn einde vindt. Ik denk dat de twee ploegen hier terecht staan en dat ze beide hebben laten zien dat op het moment dat het moet, dat ze er kunnen staan. Maar aan de andere kant hebben ze het ook meerdere malen lastig gehad, niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen andere teams. Ik denk ook dat er een grote moeilijkheid is geweest in het schema van dit seizoen. Waarin toch veel vrije weekenden zaten. En zeker een flowploeg als Grasshoppers heeft daar veel behoefte aan. Om om dat ritme op te pakken. En dat was lastig in deze situatie. Maar goed, we gaan het zien nu. We beginnen altijd op 0-0 en balletjes rond, zullen we maar roepen. Ja, en aan Oranje-Wit zeggen we dan met een knipoog naar de sponsor. De ploegen worden inmiddels voorgesteld. Dus laten we de speaker van dienst even zijn werk doen beneden. Dan komen we over een dikke 3 minuten bij u terug. Minuten nog tot tip-off. We hebben de scheidsrechters aangegeven voor de mensen die net hebben ingeschakeld. Welkom in het sportcentrum in Zwolle voor de finale in de onder 20 eredivisie voor dames.
tussen Solar Systemen, Grasshoppers en CTO Amsterdam. Naast mij mijn partner in crime, Mark Kieftenbelt, kenner van de competitie, omdat hij natuurlijk als coach van Jolly Jumpers alle ploegen meerdere malen gezien heeft. Daarnaast ook ervaringsdeskundige, hij stond hier vorig jaar als coach, de afgelopen 2 jaar zelfs als coach van Jolly Jumpers. Ik zie ook nog wel wat meiden waar je 2 jaar geleden tegen gespeeld hebt. Bij CTO zie ik Evie Dekker terug, zie ik Julia Jorritsma terug. Wat weet je nog van die finale van 2 jaar geleden? Ik weet dat wij te maken kregen met Laura Westerik. En dat wij daar niet klaar voor waren. Laura was fantastisch die wedstrijd. Ik weet nog goed dat we heel moeilijk begonnen. Lang duurde voordat we in ritme kwamen. Dat we toen net voor rust eigenlijk terugkwamen in de game. Toen kwamen er voor mij 2-3 punten overheen van Laura en werd het gat gewoon weer groot. En de tweede helft was dan eigenlijk voor de statistieken. Want we zijn niet meer in het stuk voorgekomen. En volgens mij maakte zij 28 punten of zo als er niet meer waren. Maar fantastisch was ze. Genieten. Ja, later was het spannender. Tegenstander vorig jaar Solar Systemen Grasshoppers. Een ploeg die redelijk lijkt op wat er nu staat. Minus Saskia Berends, Fleur Kuit, als ik het even heel snel... snel bereken. Dat was een hele andere wedstrijd. Ja, ik denk dat we vorig jaar kampioen hadden moeten worden. Begonnen we fantastisch. Zaten lekker in de wedstrijd. Goede ballen. Het liep ook. En vervolgens was Fleur Kuiten klaar mee. Die maakte er eentje 11-0. En toen kwamen ze weer terug in de game. En eigenlijk blijft het puntje de hele wedstrijd. Fleur maakt een end-one aan het einde. Waardoor zij voorkomen met 2 punten. Nadat wij als eerst met een fantastische 3 punten van Marley Koelman ervoor zorgen dat het weer gelijk wordt. Fleur maakt een end-one, maar mist de vrije worp. Wij krijgen nog 1 play en die play ging niet goed. Dat lukte niet. En uiteindelijk als je hem wint, ben je de terechte winnaar. Maar als je op basis van de hele wedstrijd kijkt en wij de Nederlands kampioen geworden met de jumpers die dag. Dat daar echt niemand over geklaagd. En dat is... Dat doet nog steeds een beetje pijn. In alle eerlijkheid. Nou, ik kan me daar iets bij voorstellen. Het was in ieder geval een hele spannende wedstrijd vorig jaar. Ik denk dat we alleen maar kunnen hopen dat het net zo'n thriller wordt vandaag. Met het spanning tot in de laatste seconde, wat mij betreft de dubbele verlenging. Daar zal bij Grasshoppers het niet helemaal mee eens zijn, want die moeten vanavond... Althans, een groot deel van die ploeg moet vanavond nog een keer aan de bak in Landsmeer. Ja, we zien de starters van beide ploegen het veld opkomen. Bij CTO zien we Kiki Fleuren, Danneke Vissers, Bente Versteeg, Julia Jorritsma en Zoe Slachter. En bij Grasshoppers hebben we Mia Hordijk, Ilse Kuit, Sayenne van der Linden, Rosalie Aandewiel en... Yara Paulides is de nummer 4, guard van de nummer 18. We zien dat beide ploegen klaarstaan voor de tip-off. En daar zijn we bezig met de eerste balbezit voor de roze brigade van coaches Vollmer en Van Kampen. Bente Versteeg tegenover Mia Hordijk. Manneke Vissers aan de zijkant tegenover Ilse Kuit. Eerste score van de wedstrijd is daar voor Manneke Vissers. 2 punten voor de Brabantse Amsterdamse. Ja, bestaat dat, een Brabantse Amsterdamse? Paulides tegen Fleuren. Bal over de achterlijn. Balbezit voor de roze brigade van Vollmer en Van Kampen. Er komt een horns aan van CTO. Hoge screens aan de bovenkant. Zoeken naar de vrije man. Wordt hier gevonden. Mooi gespeeld hoor. We hebben 4-0. Wordt meteen veel druk gezet. Bente Versteeg die pakt hem vroeg op bij Mia. Dat is ook wel de aanjager van Grasshoppers. Dus dat wordt belangrijk. Nu komt de volgende lay-up aan. Nanneke Vissers. 6-0. Lekkere start voor de Amsterdammers. 6-0 binnen een minuut en 5 seconden. Weer een steal.
even wat onduidelijkheid hoe nu te spelen. Aanvallend. Kiki die stuurt haar team aan. En gooit daarna een airbal. Kijk of de Grasshoppers zich kan herpakken. Beide ploegen zijn natuurlijk vroeg vertrokken voor deze wedstrijd. Ruim een uur van tevoren aanwezig. En zowel uit Amsterdam als uit Katwijk is het dik eindje rijden. Grasshoppers lijkt nog niet helemaal in deze tijdzone aangekomen. Turnover opnieuw. En de kans voor CTO om weer te gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Ja, een verrassende start. Er zijn toch wel wat meiden bij Grasshoppers die met dit bijltje wel eens eerder gehakt hebben. Er zijn eerder wat miscommunicaties dan dat het heel erg op spanning lijkt. Maar ja, dat is lijkt. Sienne van der Linden legt aan en mist hem. Dan krijgen we weer CTO in de aanval. Ik denk dat het slim is dat Grasshopper wat langere aanvallen gaat spelen. Even. Het is steeds twee passes, bal omhoog. En het... Om lekker in de wedstrijd te komen lijkt me dat niet het geëigende recept. Nee, maar het is wel heel erg de speelstijl zoals we dat kennen van Grasshoppers. Run and gun, man verslaan, open man vinden en daaruit afdrukken. Die structuur is aan de ene kant soms ook het gevaar. Maar het maakt het wel lastig verdedigend om te kijken van wie je nou moet stoppen en hoe dan. Hier krijgen we Rosalie vrij voor een drie punten die missen. Maar ik kan je vertellen, die moet je er niet te vaak geven. Ilse Kuit zat er met haar hand tussen en tikte hem over de achterlijn. Dus we krijgen balbezit CTO. 9 op de schotklok. Zal een snelle actie moeten komen. Lekker screen van Zoe Slachter. En een open lay-up voor Bente Versteeg. Oeh, die gaat mis. Sven met de rebound. En we gaan weer de andere kant op. Mighty Mouse voor 2. Nee. Fleuren we met de rebound. We zijn inmiddels 3 minuten onderweg zowat en we hebben nog geen veldscore gezien bij Grasshoppers. Dat is opvallend. Eerst een wissel aan de andere kant van het veld. Dus Evie Dekker komt het veld in voor Bente Versteeg. Dekker die hier 2 jaar geleden met die Yellow Blizzards dus al stond. Toen haar ploeg een beetje over een... Over de openingsbibbers heen schoot met wat 3-punters herinner ik me. En daar is de eerste score voor Grasshoppers. Fout voor de nummer 8 van CTO, Julia Jorritsma. En de bonus voor de jongste van de Kuitzusjes. Ja, dat zijn 3 punten voor Ilse Kuit. 6-3, 3 minuten bijna gespeeld in de eerste periode met CTO in aanval. Aanvallende fout wordt hier gefloten tegen Julia Jorritsma, maar dat is ook meteen haar tweede. Dat is toch wel vervelend voor de ploeg dat captain Jorritsma, aanvoerster van de ploeg uit Amsterdam, met 2 fouten eraf gaat en Kato Koenen komt voor haar in de plaats. Weer hoge druk. Kiki die hier al een steal maakt op Mia. Daarna de vrije worp mist en daarna de fout ook maakt. Ah, knullig. Zonde. En zo staat na 3 minuten 12 seconden de vlag aan de kant van de Amsterdammers. En je mag aannemen dat een ploeg die graag 1-1 basketbal speelt zoals Grasshoppers daar vrolijk gebruik van gaat maken. Ja, nee, het is een beetje, het zal in het gameplan zitten van CTO om vroeg druk te zetten. We staan nu in een 3-2 zone met Zoe aan de bovenkant. Je zoekt snel die druk op omdat je het tempo eruit wil halen. Maar goed, dat neemt dus als risico met zich mee dat het lastig verdedigen wordt. Mia Hordijk met een mooie score. 6-5 en het is gewoon weer een wedstrijd. Grasshoppers is wakker. En het heeft
alle schijn ervan dat dit een puntje gaat worden. Danneke Vissers gaat over het dubbelscreen heen komen. Vandaan, oh, mooie beweging zeg. Oei, oei, oei. Prima scoren, Danneke Vissers. En weer de hoge press van CTO eroverheen. Maar die wordt snel opgelost. Sayenne vergeet de bal te vangen en af te ronden. 6 punten inmiddels voor Vissers. En wissel, Naomi van Duin komt het veld in voor Cheyenne van der Linden. En ook Noord Driessen maakt haar opwachting. Zij vervangt Miel Hordijk. Kato Koenen kwam vrij onderaan op het screen. Fout wordt er gemaakt nu. Oeh, en Kiki Fleuren gaat naar de grond met veel pijn aan haar knie. Yara Paulides krijgt de persoonlijke fout. Komt direct een wissel aan Bente Versteeg. Komt terug in de ploeg voor Kiki Fleuren die nog steeds op de grond ligt. Hopen dat het meevalt. Het is niet de manier om je seizoen te eindigen natuurlijk zo'n in de finale wedstrijd. Bente Versteeg zal zo naar de vrije worplijn gaan. Als ik dit zo zie, dan ziet dit er niet uit alsof we Kiki nog terug gaan zien. Nee. Dat zou uiterst sneu zijn. Een aderlating voor de ploeg uit Amsterdam. Maar met name erg sneu voor Kiki zelf natuurlijk. Twee missers en de rebound voor Kuit. De Katwijkse supporters die hier een lange dag zullen gaan. Oh! Een paasje van Driessen, maar Naomi van Duin staat net niet op de juiste plek. Dus balbezit weer voor CTO. 8-5. Even kijken hoe ze zich gaan herstellen van die domper met de blessure van Kiki. Goeie inside positie, maar direct ook... bijna getrippelteamd door grashoppers. Nanneke Vis met een verre 3 punten onder druk van de schotklok. Was in de veronderstelling, maar dat was niet wat we uiteindelijk zagen op het bord. En nou is de klok in ieder geval gezet. Gereset. Wissel aan de kant van grashoppers met nummer 6. Is dat Rosie Kambier met nummer 8, Kati Goud. Hier zien we weer een press die er eigenlijk niet eens op gemunt is om de bal af te pakken. Maar met name om de secondes van de klok te krijgen en tempo er wat uit te halen. 3 punten was van Rosalie. De rebound voor Naomi van Duin. Maar die maakt dan ook de turnover. Dus dan gaan we weer de andere kant op. Inmiddels hebben we nog ruim 4 minuten te spelen in het eerste kwart. Stand is 8 tegen 5 voor CTO. Wat na een bliksemstart van 6-0 eigenlijk toch wel wat afvlakt nu. Maar goed, dat maakt alleen maar meer een wedstrijd. En dat is voor ons natuurlijk des te leuker. Kambier gaat naar binnen, bal naar buiten terug. Driessen, oh, mooie fake. En dan... wordt de fout gefloten op de nummer 7 van CTO, Bente Versteeg. Betekent dat 2 vrije worpen volgen voor Noord-Driessen. 8 tegen 5 nog steeds de stand en het voordeel van CTO. 15 fouten op het bord voor de ploeg in het roze.
En één teamfout voorlopig voor de Grasshoppers. Grasshoppers dat de eerste vrije worp van Noord-Driessen ziet missen. Nou, zo zijn de punten duren, mag je zeggen, de eerste 6 minuten. Gaan we springen en is de bal opnieuw voor Grasshoppers. Het is allemaal nog een beetje onwennig. Het ritme zit nog niet echt in de wedstrijd en daar lijkt met name Grasshoppers last van te hebben. En dat is eigenlijk ook waar CTO absoluut baat bij heeft in deze fase van de wedstrijd. Noor weer naar de ring toe. Goede beweging, maar ook deze valt niet. Stuwers, Rosalie die goed naar voren doorloopt. En daar is de volgende persoonlijke fout voor het CTO. Dat is de derde voor Versteeg. Nee, de tweede zie ik op het bord. Ja, maar daar komt er eentje bij. Je had er al 2. En dit is 3. Dat betekent Anoushka Meijer. Dat is de derde guard in de rotatie voor de Amsterdammers. En wordt interessant om te kijken hoe de ploeg dat oppakt. Want dat is natuurlijk wel een vroegere wedstrijd al. Ik zie overigens de derde persoonlijke fout van Bente Versteeg niet op het scorebord verschijnen. Waar daar de fout zit, dat weten we nog niet. Het lijkt mij toe dat Julia Jortsma die fout gekregen heeft op het bord. Volgens mij had hij er pas 1. Had hij er al 2? Nou, anyway, anyhow. Rebound is voor de Amsterdammers. En Evie Dekker neemt even de point guard waar. Oh, die mag zomaar doorlopen, zeg. Er komt weer een press aan. Opnieuw om te vertragen. Oh, die zakt een beetje weg omdat de communicatie niet helemaal vlekkeloos verliep bij de Amsterdamse ploeg. Opnieuw de 3-2 zone. Ja, eigenlijk een yo-yo zone waarin Kato die bovenin speelt, Kato Koenen, behoorlijk heen en weer schuift. Wordt veel druk gezet op de bal. Naomi van Duin en er wordt weer een fout gemaakt. Met de bussen, op de bussen van de schotklok. Dat is al zonde. Zo blijft de CTO redelijk aan de noodrem trekken en krijgt Grasshoppers veel vrije worpen. Dat is voorlopig nog niet heel problematisch omdat ze niet direct een fantastisch percentage schieten. Maar dat gaat zo meteen wel wegen hoor, die fouten op het bord. Dat is de 6e teamfout. Minimaal de 6e, de 7e teamfout. Waarbij we nog steeds ons even afvragen waar die fout van Versteeg net heen gegaan is. Die is wel gewisseld. Nou ja, oké. Overleg nu tussen de arbiters. Er is wat onduidelijkheid dus over wie de fout kreeg. De fout gaat naar nummer 10. Volgens mij is dat ook de correcte call. Handig van CTO om in die onduidelijkheid meteen even snel te wisselen. In de hoop om die even uit beeld te houden. Maar goed, we zijn weer waar we moeten zijn. Naomi van Duin op de vrije worplijn. En ook zij mist haar eerste vrije worp. De punten zijn inderdaad duur. 6 minuten 40 seconden gespeeld. Nou, puntje voor Naomi. Voor CTO, 6 voor Grasshoppers. Solar systeem in Grasshoppers, dat zit hoe Anoushka Meijer de driepunter mist en Mia Hordijk daar met de driepunter vandoor gaat. Met de driepunter Kati Goud. Die was way off. En toch is dat wel een schutter. Maar daar zijn er wel meer bij Grasshoppers. Ja. Ik kan me herinneren dat ze vorig jaar tegen jou ook een paar keer goed doorkwam. Absoluut, absoluut. En het zijn gevaarlijke meiden die als ze de bal lekker krijgen, de ontspanning in hun schot vinden. Goed gespeeld, vrije man gevonden, Noord-Dries op de driepuntlijn. Wordt steeds beter, maar nog niet specialiteit om van die afstand de ballen erin te mikken. Moeilijke dribbel. Goud geeft druk.
de tribune van of de fanscharen van Grasshoppers herkent het moment. En moedigen de ploeg luid aan, maar dat even Dekker schiet dat weer even stil. 13 tegen 6. En dan zie je dat de individuele klasse van CTO. Voorlopig even. De doorslag geeft. We hebben 6 punten van Wissers. We hebben 5 van Evie Dekker. Terwijl de mensen die er verstand van hebben vooraf dachten dat de individuele klasse bij Grasshoppers van doorslaggevende factor zou gaan zijn. Evie Dekker met de volgende 3 punten. Deze is kort. Van Duin met de 5e rebound van de wedstrijd alweer. Mia zet de lijn uit. Wordt weer druk aangevallen. Van Duin, hand en hand one voor Naomi van Duin. Die een hele goede move maakt, maar eigenlijk ook een goede indruk maakte in de minuten die ze tot nu toe op het veld heeft gestaan. Leuk om te zien. Niet een van de meest opvallende en uitgesproken types in de ploeg. Maar dit is zonder meer een welkome verrassing voor de ploeg uit Katwijk. Of dat een verrassing is, weet ik niet. Ze loopt natuurlijk een aantal jaren mee met deze ploeg. Was vorig jaar geblesseerd. Raakte in de halve finale 2 jaar geleden tegen Yellow Blizzards. Geblesseerd aan de knie. Was een jaar uit de running. En is dit jaar weer aardig terug op haar eigen niveau. Maakt ook goede minuten bij dames 2 in de promotiedivisie. Heeft inmiddels 4 punten. En op 1 minuut 18 van het eind van het eerste kwart is het 13 voor CTO en 9 voor Solar Systemen Grasshoppers. Mocht u net hebben ingeschakeld, we hebben een finale die redelijk op gang aan het komen is. Waarbij de ploegen moeite hadden om met scoren te komen in de eerste 5 minuten. We CTO voor zagen komen met 6-0. Goede rebound weer van Van Duin, die daarna de bal even net niet richting ring krijgt. En nu met 9-13 CTO is het aanvallen. Ik stond net even van boven aan de balustrade te spieken naar de bank van CTO. Waar Kiki Fleuren druk getaped wordt. Wat dan toch wel de indruk wekt dat ze in ieder geval zelf, nou daar hoef ik niet over te twijfelen, nog het veld weer op wil. Ik zag dat de fysio Sanne Smit daarmee bezig was om die knieën goed te verbinden. Ja, het blijft toch een finale. Goud. Drie punter valt net niet. Naomi van Duin weer dicht bij de 3 punten. Ik zou zeggen 8 seconden. Nee, maar natuurlijk geen 8. Oh! Er wordt 8 seconden geappelleerd, maar de klok was onder de 24. Dus de schotklok gaf aan hoeveel seconden nog op de grote klok te spelen waren. Ik trapte er zelf ook even in. De fout gaat naar Grasshoppers. Het was overigens geen 8 seconden. De 24 loopt het laatste stukje mee met de wedstrijdklok. Ja. Die op 12.4 nog staat. En zo stond dus ook de schotklok op 12 seconden. En nu de schotklok weer meeloopt. We hebben nog 9, 8 seconden gegaan. Dus de laatste aanval van dit kwart is voor het CTO. Goed verdedigd door Mia Hoordijk. 2, 1. Oh, je moet schieten. Ilse heeft niet gezien hoe het met de tijd stond. Goed verdedigend werk van Mia Hoordijk, die nog even applaudisseert voor de beslissing van de scheidsrechter. Terwijl Evie Dekker daar het nog niet mee eens was dat ze op de juiste manier afgestopt werd. 13 tegen 9 voor CTO aan het eind van de eerste periode. En terwijl mijn collega nog even gaat kijken of dat we Kiki Fleuren terug gaan zien in het vervolg van de wedstrijd, lopen wij even de scores langs. We zien 6 punten voor Nanneke Vissers. En 5 voor Evie Dekker. Dat zijn 11 van de 13 punten bij de Amsterdammers. Bij Grasshoppers hebben we 2 punten voor Mia Hoordijk. 3 punten voor Ilse Kuyt. 4 voor Naomi van Duin. En daarmee komen we op 9 tegen 13. Grasshoppers inmiddels terug op het veld. Kaat die goud.
met Ilse Kuit, met Naomi van Duin, Mia Hordijk en Rosie Kambier. Aan de andere kant staat de ploeg nog volledig bij de bank. En zien we hoe ze nu terug het veld opkomen met Nanneke Vissers, met Evi Dekker, met Floor Toonders, met Zoe Slachter en Tato Koenen. Floor Toonders die viert haar verjaardag vandaag, die is 15 geworden, dus van harte proficiat als je straks terugkijkt. Balbezit voor de Roze Brigade uit Amsterdam. Met Kiki Fleuren dus weer terug op het veld. Zal snel getest worden of hoe de knie het houdt. Maar Kiki kennende wordt er niet opgegeven vandaag. Weer een rebound voor Van Duin. Die de bal inlevert bij Hordijk. En dan kijken waar de valsbreek heen kan. Schutters open aan de zijkant. Kuit voor de drie. Nee, inside. Oh, lekker gespeeld. Naomi van Duin pakt haar eigen rebound. Scoort. Scoort weer. 6 punten voor Van Duin. 11 tegen 13. Nog steeds in het voordeel van CTO. We hebben 32 seconden gespeeld. Goeie switch. Mia Hordijk zit ertussen. Aan de juiste kant. Kan de bal afpakken. Gaat er daar naar de ring. Blockshot. Aan de wiel. Open met de driepunter. Ah, valt niet goed. Van Duin. Goud? Nee. Wel bal voor Grasshoppers. Omdat volgens de arbitrage die bal het laatste aangeraakt werd door Kato Koenen van CTO. 59 seconden gespeeld in deze tweede periode. 11 voor Solar Systemen Grasshoppers. 13 voor CTO. Er was even wat... Oh, het zag er wel even grappig uit. De scheidsrechter gaf de bal al vrij op de baseline. Terwijl een van de jongens van Zwolle die het vegen doet. Van wow! Zwolle de way by Slachter. Toonders scoort niet. Slachter niet. En dan aan de wiel met de rebound. Toch slaan Grasshoppers er nog niet in om heel veel tempo te maken. CTO speelt goed uit de organisatie, maar Ilse Kuit ziet ruimte in de buren. En gooit ook die drie punten binnen. En hier is dan de eerste voorsprong in de wedstrijd voor Grasshoppers bij een stand van 14-13. We got ourselves a ballgame. Goed teruggekomen in de wedstrijd van de gele brigade van der Bult. Interessante dribbelstart. Scoren van Vissers, 8 punten. Mia spoort haar teamgenoot even aan. Die in haar beleving nog niet hard genoeg binnenlopen. Oeh, daar is een steal van Kato Koenen. En toch zit Ilse daar weer tussen. En nou is de bal bij Mia Hordijk. Oh, en dit zijn wel ongelukkige fouten hoor. Dat zorgt ook voor veel opwinding bij wat ouders aan de CTO-kant van de tribune. Weet je, als coach wordt hier ook vervelend van. Want het lijken gewoon duels om de bal. Waarbij je... een fractie van een seconde te laat bent. En ja, goed, dit is de keuze van de scheidsrechter of je die wel of niet fluit. En op dit moment spint Grasshoppers daar duidelijk garen bij. Met pas 2 persoonlijke fouten ten opzichte van 9 aan de kant van CTO. Jorritsma inmiddels terug bij CTO en ook Grasshoppers heeft weer gewisseld. Maarten van Osnabrugge is het veld ingekomen. Terwijl Rosalie aan de wiel daar op de grond ligt. Ook dat ziet er niet optimaal uit. CTO pakt gelijk even de kans om voor een huddel. Arbitrage kijkt even waar ze met de bal, waar het met balbezit heen willen. Volgens mij was het balbezit gewoon voor Grasshoppers. En dan ja, zal hij nu absoluut, weer terugkomen maar bij Grasshoppers. Als je het spel stil ligt, wat ze nu doen.
is een wissel eigenlijk wel voorgeschreven van de speelster die... Ook als je in de bucket ligt? Ja, ja, ja. Ik dacht dat het alleen uit veiligheidsoverwegingen was, man. Maar goed. Voor de wedstrijd niet van invloed. We gaan weer door. Kato Koenen met de open drie punten. Zo! Kato Koenen voor drie. Zo is het gat weer 4. 14-18. 7 minuten en 15 seconden te gaan nog tot aan de rust. We zien dat Grasshoppers even moet zoeken. En daar moeite mee heeft om de vrije mensen te vinden. Het zit tactisch goed in elkaar bij CTO. Die op balniveau lijken mee te bewegen en daar hun zone op aan te passen. De rotaties kloppen. Maar dit was weer een knappe individuele actie van in dit geval Ilse Kuyt. Die dan toch de score weet te maken. En dat gaat natuurlijk straks wel aan het zelfvertrouwen knagen van een ploeg als CTO. Wat leunt op de tactische bagage. En als daar onderwijl dat je toch goed zat te verdedigen, toch gescoord wordt, dan heeft dat... Rebound van Slachter komt uit bij Evie Dekker. Die driepunter in de handen ziet vallen bij Maarten van Oslobrugge. Hordijk niet met de bouncepaas naar de snijder van Duin, maar met de korte bal op aan de wiel. Kuyt om een keer. Bal is aanvallend weer van Grasshoppers en daarna wordt hij ook weer uitgestapt. Terwijl ik denk dat Ilse Kuyt hem had kunnen laten gaan. Want het laatste handje wat eraan zat was een roze. Cheyenne van der Linden komt terug voor Naomi van Duin. En Rosie Kanbier vervangt Ilse Kuyt. Wissel dan aan de... Nee, time-out zelfs. En dus even tijd om te kijken naar de statistieken. 16 voor Grasshoppers. Met 2 punten voor Mia Hordijk. 8 punten voor Ilse Kuyt. 6 punten voor Naomi van Duin. En 18 hebben we er aan de kant van CTO. Met 8 voor Nanneke Visker. En 5 voor Evie Dekker. Kato Koenen heeft er 3. Zo is Slachter heeft er 2. En daarmee zijn de cijfers rond. Als u net ingeschakeld heeft. We zitten in het tweede kwart van de finale van de onder 20 Eredivisie. Tussen Solar Systemen Grasshoppers uit Katwijk. En CTO uit Amsterdam. De beide ploegen kwamen wat moeilijk op gang. CTO nam een goede voorsprong van 6-0. Grasshoppers wist bij te komen tot 5-6. Vervolgens weer een kleine voorsprong voor de Amsterdammers bij 14-13. De eerste voorsprong voor Grasshoppers. En inmiddels is het 18-16 in het voordeel van CTO. Het voordeel van de plek waar wij zitten voor de livestream is dat je eigenlijk moeiteloos... mee kan kijken van boven bij de time-outs. Dat heb ik net ook even gedaan bij Grasshoppers. Waar toch met name gehamerd wordt op het balmovement. Minder twijfelen, meer in eigen kracht gaan aanvallen en spelen. We gaan eens kijken of de ploeg dat op een goede manier kan doen. We gaan opnieuw de bal innemen, zie ik. Dat is weer wat consternatie over het innemen van de bal. Er zitten wat knulligheden in deze wedstrijd, maar dat maakt het niet minder aantrekkelijk tot nu toe. 6 minuten 3 te gaan in deze tweede periode. Evie Dekker weer op de 1. We hebben Kiki Fleuren maar even gezien. En die is er nou ook weer snel gaan zitten. Dat lijkt een slecht teken. Van Oslabrugge krijgt de bal van Kanbier en dan maar aan de wiel. Oh, step back, zo uit de shoot the 3. Roos alweer aan de wiel. Het is stuivertje wissel op het moment. En dat soort ballen kunnen best wel eens belangrijk worden uiteindelijk. Julia Jorritsma weer vrij rondom de driepuntlijn. Probeert Van der Linden aan te vallen. Knappe bal voor Zoe Slachter, zeg. Mooi hoor. Het is wel opvallend dat ze ver naar buiten moet komen om de schoten te krijgen. Ja, terwijl ze toch qua lengte behoorlijk overwicht heeft. We zien overigens ook een grote broer, Arvin Slachter, op de tribune zitten. Die mag vanavond in de eerste finale aantreden met Donar tegen Zwolle. Kanbier met het kunststukje, Vissers met de rebound.
Interessante dribbelstart weer, Wisserstam. Kan die doorlopen, blokshot! Diana van der Linden. Ja. Zo doen de beide luchtmachten aardig mee vandaag. Eigenlijk is dit precies wat coach van de Beeld aangaf niet te willen zien. Het staat wel al stil nu. Er wordt wel een balscreen gezet door Maaike van Osnabrugge. Maar ja, er staan eigenlijk dan ook weer drie bij te kijken. Dus nu een wat andere samenstelling op het veld voor de ploeg uit Katwijk. En eigenlijk verloopt de wedstrijd, als je vanuit CTO perspectief kijkt, volledig volgens plan. Want ze halen het ritme volledig uit de Katwijkse formatie. Interessant om te zien. Noord Dries is in het veld gekomen bij Grasshoppers. Die bemoeit zich met de verdediging op point guard Evi Dekker. Ook Simone Verbeek is in het veld gekomen. Die wordt meer onder de ring gepost. Scoren daar weer voor Vissers. 10 punten inmiddels. Daarmee eerste speelster in de dubbele cijfers. Grasshoppers heeft absoluut moeite met de felle en strakke verdediging van CTO. De bal wordt geraakt. En met 5 seconden op de schotklok en 3 minuten 38 te gaan in het tweede kwart krijgen we een baseline out of bounds voor Grasshoppers. Zou Rosalie over 2 screens vrijkomen? Dat doet ze ook. Neemt de 3 punten. Ja, dat zou je toch zeggen dat ze daar bij CTO van op de hoogte moeten zijn dat dat gaat gebeuren. En dan is het wel een vrij makkelijk schot wat ze wegkrijgt. Driessen. Even rust. Ja. Aan de wiel. Wordt gestopt door de Amsterdamse formatie. De fout gaat naar Kato Koenen. Nee, hij wordt aan Maaike van Zijl gegeven. Oké. Okay. Versteeg komt voor Nanneke Vissers. Eén vrije worp maar. Rebound voor Van Zijl. En Versteeg dan met de versnelling. Nee. Toch nog even inhouden. Wordt flink gepost inside. Mooi om te zien. Rebound bij Simone Verbeek. En de Katwijkers weer in de aanval. Open 3 punten dan maar. Rebound voor Maaike van Osnabrugge. Dat doet ze prima. Beide ploegen gaan wel diep de rotatie in al vroeg in de wedstrijd. Oh. Noor weet tot nu toe nog niet haar teamgenoten te bereiken onder de ring. Ziet het wel goed. Wij hierboven in de helikopter view kunnen dat duidelijk zien. En een time-out aan de kant van de Amsterdammers, we zien dat er nog 2 punten tussen beide ploegen zitten. 2 minuten 32 te gaan. In deze finale waarin het van kleine dingetjes af gaat hangen. De beide ploegen geven elkaar voorlopig nog heel weinig toe. En we zien dat de Amsterdammers voorlopig aardig het hoofd boven water weten te houden. De wedstrijd nog steeds als bovenliggende partij beleven waarschijnlijk. Maar wel al behoorlijk wat lampjes hebben veranderd op het bord. 2, 4, 6, 8, 10 fouten aan de kant van de Amsterdammers. Tegen 2 fouten bij de ploeg uit Katwijk. De spelers van Kleinduin die eigenlijk nog wel wat meer gebruik zouden mogen maken van de handen die
CTO af en toe laat flodderen in de verdediging. Ik denk dat er nog veel meer vrije worpen te creëren zijn. Ik heb inmiddels even gespiekt bij de CTO timeout. Vandaag lijkt Chris van Kamp de hoofdcoach te zijn. Wordt regelmatig afgewisseld met coach Thijs Volmer. De boodschap was duidelijk, ze moeten aanvallen. Nanneke Visser ging een aantal keren sterk naar de ring. En daar ligt ook het voordeel voor de fysiek sterkere ploeg in Amsterdam. En de boodschap was eigenlijk don't settle, oftewel niet genoegen nemen met een vrij schot, maar breng de bal naar de ring. En we gaan kijken of dat nu zijn uitwerking gaat hebben. Wissel in de match-up. We zien Simone Verbeek naar een kleine speelster verschuiven. En dat betekent dat Ilse Kuyt het inside even moet gaan rooien. Aan de wiel met Olive Stiel. Die creëert de sprongbal waar het balbezit uit naar de bespelers van Kleinduin gaat. 20 tegen 22. 2 minuten 23 nog te gaan tot de rust. Met Verbeek met Driessen. Mooie drive. Die moet er wel in hoor. Rebound en de fout daar gefloten voor Driessen. Ja, het is voor Noord-Driessen echt nog zoeken deze wedstrijd. Wil nog niet echt lukken in de eerste helft. Wat ongelukkig in haar passing. Brengt nu wel de bal goed naar de ring en is dan wat, heeft dan wat pech in haar finishes. Toch wel een belangrijke schakel voor Grasshoppers om er in de tweede helft weer bij te trekken. Maar hij heeft daar ook de kwaliteiten voor om dat gewoon te gaan doen. We krijgen een aanval. Een fout gefloten voor Julia Joritsma. En dat doet pijn bij de Amsterdammers. Want ze wordt ook gelijk gewisseld. Nummer 5, Nanneke Vissers komt terug in het veld. Derde fout voor Joritsma. De foutenverhouding blijft bijzonder. Nou denk ik ook wel dat het fysiek het gevecht meer wordt aangegaan door CTO. Mooi gespeeld, dit zeg. Paasje van Driessen. Hey, soms denk ik wel eens bij mezelf dat ik zo sierlijk wilde bewegen als dat Ilse dat doet. Fantastisch. Het lijkt allemaal zo achterloos en vloeiend. Mooi om naar te kijken. Ondertussen een goede post-up van Kato Koenen. Die inside de fout afdwingt bij Rosalie aan de wiel. En dus direct voor 2 maal gaat mogen opdraven. In deze... Simone Verbeek gaat weer zitten. Mia Hordijk komt terug. Niet voor het, wel voor het eerst en niet voor het laatst vandaag mogen we benoemen dat we blij zijn dat we gast mogen zijn in deze fantastische accommodatie van Landstede Zwolle. Het ziet er weer geweldig uit. Het is weer net verzorgd. Het is een mooie hal waar snel sfeer ontstaat als er wat mensen op de tribune zitten. Het is niet te groot. En de sfeer wordt gemaakt door de trommels en toeters en bellen die er op de tribune te vinden zijn. En we maken ons op voor een mooie dag basketbal. Koenen scoorde middels de vrije worp. 23 voor CTO, 22 voor Grasshoppers. Kuyt gaat omhoog. Nou... Nou, door, slaan, door. Krijg je hem erin, hè? 24. En daar zijn 12 punten van Ilse Kuyt bij. Het is goed voor de helft van de punten van haar formatie. Neemt haar verantwoordelijkheden. De ploeg heeft het duidelijk lastig en daar lijkt ze zich wat uit te onttrekken nu. Kato Koenen schiet de volgende 3 punten en mist deze en de rebound zal gaan naar Grasshoppers. Een minuut 21 te gaan. Voorsprong voor Grasshoppers met Mia Hordijk tegenover Versteeg. Noord-Driessen tegenover Evie Dekker. Kuyt uit de hoek. Aanvallende rebound is van Grasshoppers. Het is toch opvallend hoeveel ruimte Ilse krijgt om telkens maar opnieuw aan te leggen vanaf die driepuntlijn. Oh, mooi zeg. Door vrije driepunten Mia Hordijk. Oeh. Dekker. Dat was een stukje balmovement zoals we dat, zelf graag zien in Katwijk. Waar we ook wel van ze gewend zijn dit seizoen. Dekker, Versteeg.
stijgen. Ik zou zeggen, ga eens naar binnen, Bent. Je bent zo verschrikkelijk snel en atletisch. Janneke Vissers met hoekshot. Oh! Ja. Nog. Hij was op tijd. Hij was op tijd. We hebben inmiddels nog maar 20 seconden de schotklok. Maar het kwart duurt ook niet langer dan, dan dat gedeelte eigenlijk. Ietsje verschil in de schotklok, gameklok. 3 seconden om precies te zijn. Ilse loopt nog een beetje in de weg. Oh! Turnover. Nieuw blok. We krijgen een... Van Slachter en een fout gefloten voor Ilse Kuyt. En dat is nog ergens ook wel een slimme fout op dit moment. De vlag staat nog niet. Het is pas haar eerste persoonlijke fout. Ze wilde wel nog even over in discussie. Dat lijkt mij wat overbodig. Maar goed, we hebben nog 5,5 seconden op de klok in dit tweede kwart, in deze eerste helft. Stand is 24-25 voor CTO en dus kunnen we concluderen dat zij waarschijnlijk met een voorsprong de rust ingaan. De vraag is alleen hoe groot die voorsprong gaat worden. Daar zou ik een grappig durf inzetten in het casino. Oh, Lijfout! Loopovertreding. Ik vond het sowieso bijzonder dat de bal daar werd ingenomen, aangezien aan de verdedigende kant van de helft van Grasshoppers, van de aanvallende helft moet ik zeggen. 3 punten Rosalien. Niet goed. En we gaan rusten. Dan zijn we klaar voor de eerste helft. Het is 24 tegen 25 in het voordeel van CTO Amsterdam. We gaan een klein kwartiertje rusten en komen daarna bij u terug. Voor deze wedstrijd die absoluut de moeite waard is qua spanning. En steeds meer ook mooie dingen laat zien. Zonder dat er nou verschrikkelijk veel punten op het bord komen. Maar goed, daar is het de finale voor. Daar overheerst de spanning. Ik durf er nog geen geld op in te zetten wie deze wedstrijd in deze wedstrijd aan het langste eind gaat trekken. Maar dat het tweede helft beslissing gaat brengen is een ding wat zeker is. 14 minuten en een beetje op de klok in de pauze. Wij gaan even kort naar buiten en komen daarna bij u terug. De rust weer bij u terug.
We'll be right back.
Terug in Zwolle bij de finale tussen CTO en Sonar Systemen Grasshoppers, waar het na 20 interessante en boeiende minuten 24-25 is. Mark, je hebt de stats bij de hand. Wat zijn de dingen die jou opvallen?
opvallend is dat eigenlijk de ploeg elkaar maar weinig ontlopen. Grasshoppers maakt ietsje meer rebounds, maar gooit ook iets meer ballen weg. Daarbij valt op dat, dat ze allebei evenveel schoten nemen. Dat is bijzonder in een wedstrijd als deze, waarin het, het spelbeeld toch wel lijkt dat ze bij Grasshoppers iets meer balbezit hebben. Beide ploegen hebben een topscorer met 12 punten. Bij CTO is dat Nanneke Vissers en bij Grasshoppers is dat Ilse Kuit. Verder worden er weinig assists gegeven, dus er zitten veel individuele acties in. Wat als laatste op de melden valt, is dat ik net Kiki Fleur even kort heb gezien en gesproken. En dat die heeft aangegeven dat ze niet meer terug gaat komen in de tweede helft. En dat is voor de wedstrijd en voor haar eigen ploeg natuurlijk wel een aderlating. Ja, absoluut. We hebben gezien dat de formatie van Robin van der Bult in de eerste helft wat lastig had met de zone van Amsterdam. Even heel plat voor de mensen thuis. Wat is de manier om die zone van CTO aan te pakken? Ik denk dat het belangrijk is dat het baltempo omhoog gaat. Dat ze de vrije mensen wat meer zoeken en vinden. En ja, wat uiteindelijk is als je er twee ballen ingooit van buiten straks tegen die zone omdat je ze vrij speelt. Dat het vertrouwen daarbij gaat groeien en dat ook eigenlijk meteen het vertrouwen wat weg hebt bij CTO. Dus dat zou het devies zijn voor Grasshoppers. Anderzijds voor CTO is het zaak om het hoofd koel te houden en je niet gek te laten maken door een klein runnetje van Grasshoppers wat er absoluut gaat komen in de tweede helft. Want zo'n ploeg is het gewoon. En zelf gewoon de dingen blijven doen, want ze hebben de wedstrijd wel onder controle. Ik zie absoluut dat de controle bij CTO ligt in de eerste helft. En die moeten ze zien te behouden. Ja, nou, en de stand nog niet helemaal terug te zien, maar we gaan kijken wat dat betreft de tweede helft brengt. Bij de ploeg op het veld, Evi Dekker, Bente Versteeg, Nanneke Visser, Zoe Slachter en Kato Koenen voor de Roze Brigade. Ilse Kuit, Rosalie aan de wiel, Mia Hordijk, Naomi van Duin en Yara Paulides voor de titelverdediger. Versteeg met de drive en de fout van Ilse Kuit. 9 minuut 43 te gaan, 17 seconden gespeeld. En de fout die gaat naar Kuiten, zoals gezegd. Versteeg op de vrije worplijn. Kijken of dat ze deze keer de vrije worpen weet om te zetten in gratis punten. Het is verder interessant om te zien of om te bekijken deze tweede helft hoe de scheidsrechters dit gaan doen. Die zullen absoluut in de rust hebben gezien dat er een behoorlijke verschil in de foutenverhouding zit. En de verleiding is dan heel groot om dat terug te gaan fluiten. Maar we gaan zien hoe ze zich daarin kunnen houden. Want ik denk wel dat ze goede controle hadden over de wedstrijd. En de juiste beslissing hebben genomen in de eerste helft. 24-26 met de eerste punten van Versteeg op het bord. Naomi van Duin met hoekshot. Komt er niet uit. Versteeg met de rebound. Gaat langs Paulides. Gaat langs Hordijk. Gooit de bal over de achterlijn. Scheidsrechters die vragen zich af voor wie de bal is en die zou dan via een Katwijkse vinger over de achterlijn zijn gegaan. Coach van der Bult wil een sprongbal. Nou, die krijgt hij natuurlijk niet. Slachter, Vissers omhoog. Wordt geblokt door Hordijk. En zo is Slachter. Komt op 6 punten. Belangrijke tweede kansen voor CTO. Het is belangrijk dat ze die blijven pakken, want ze hebben natuurlijk dat fysieke overwicht. Alleen zag je dat rebound het niet terug in de eerste helft. Het ziet er gedecideerd uit weer bij CTO. Bewegen rustig aan mee, happen niet te veel. Nu komt Ilse Kuit vrij voor de driepunter en die hangt er ook meteen. Hopla, hopla, hopla. 15 punten voor Kuit van de 27. Duidelijk wie het kanon is. Goede steal daar van Kuit. Mamma mia. Waarom niet gewoon omhoog met links? Ja, met links. Ik denk dat je het daarmee zegt. Ik weet niet wat ze gestemd heeft. Als ze al mocht stemmen trouwens in maart. Maar... Oh, ze heeft natuurlijk het atletisch vermogen om omhoog te gaan zonder dat iemand daarbij komt. En daarin is het zonde dat ze dat niet doet. Vissers met drie. Nee, rebound voor Slachter. En dan via
aan de wiel zou ik zeggen, over de bal over de achterlijn, arbitrage oordeelt anders. Balbezit voor Solar Systemen Grasshoppers. Met Hordijk die versnelt. Heel Katwijk wil een fout op de drive van Hordijk. Hordijk neemt nu een vrije driepunter. Gaat er niet in. Heeft ook nog wat, zit nog niet zo lekker in de wedstrijd. Nog niet zo bepalend als dat ze kan zijn. Waarmee we niet zeggen dat ze niet goed speelt. En hier toch ook wel volgens mij een paar keer op de handen wordt getikt. Een beetje met de hoofd loopt te schudden van wat moet ik dan doen om een fout mee te krijgen. Fout naar Kato Koenen. Tweede fout komt op het bord. Ilse Kuit naar de vrije worplijn. 27 voor Solar Systemen Grasshoppers, 28 voor CTO. Het is gelijk, het is 28 gelijk. En inmiddels volgens mij het 16e of 17e punt alweer voor Ilse Kuit. Die echt haar stempel drukt op deze wedstrijd. Punten inderdaad voor de nummer 7 van de titelverdediger. Je ziet hoe Hordijk daar op Vissers verdedigt. Bal geblokt wordt. Kato Koenen met de rebound. Dekker met de driepunter. Visser met de rebound. En de fout voor Mia Hordijk. Je hoort coach van de Beeld onder ons al schreeuwen. Een rebound, kom aan. Dat lijkt me een handig verhaal, want volgens mij hebben we al een aanvallende rebound of 5-6 gezien dit kwart van CTO. Als er niet meer zijn, ja, dan krijgen ze toch telkens tweede kansen. Die ook trouwens nu niet verzilverd worden door Nanneke Vissers voor CTO. Komt weer een press aan, met name om te vertragen. Goed meegeschoven, maar de vrije man gevonden. En nou wordt er dan een fout gefloten die mee wordt gefloten met Mia Hordijk. De fout is voor Zoe Slachter, dat is haar tweede persoonlijke fout. Tweede teamfout voor CTO. We zijn alweer 3 minuten onderweg. In de derde kwart van deze wedstrijd. De stand is 29 gelijk. Met nog 7 minuten en 18 seconden op de klok. CTO gaat naar een man-to-man. Rosalie Arnewiel valt er direct aan. Maar mist de lay-up. Moeilijke hoek ook om de bal af te maken. Vissers met een goede paas. Ja hoor. 8 punten voor Zoe Slachter. Voorsprong weer voor de Amsterdammers. Stiel bijna voor Slachter. Maar aan de wiel kan corrigeren met Van Duin. Aan de wiel dan met de driepunter. Ik wil trouwens een warm welkom heten aan Schots bondscoach Bart Sengers. Die zojuist via de WhatsApp laat weten. Ook zit te kijken vanuit Edinburgh. Dus Bart, welkom bij deze. En we wensen jou ook een prettige wedstrijd. Aan de wiel naar Kuit. Kuit met de 1 tegen 1 tegen Koenen. Ja, ik zou naar binnen gaan. Bal naar de hoek. Paulides met schot. Oh, Slachter gooit die bal bijna weg, zeg. Dekker dan. Loopt de bal over de zijlijn. Bal gaat terug naar de Roze Brigade. 6 minuten 25 te gaan, 29 voor Grasshoppers, 31 voor CTO. Bente Versteeg krijgt de bal onder controle. Slachter weer ver van buiten. Mooi paasje. Ja, goede score. 6 punten voor Kato Koenen. Verschil is 4. Paulides zijn aan de wiel in de opbouw voor Grasshoppers. Ja. Derde persoonlijke fout van Zoe Slachter. Die je vergeet uit te boksen. En
Ja, dan staat Ilse Kuyt opnieuw op de vrije worplijn. Dat doet ze goed vandaag. Julia Joritsma kan terug het veld in. Ook al 3 persoonlijke fouten. Zoals je de foutenlast begint nu toch wel een beetje op te spelen voor CTO. En dat zou nog wel eens een flinke factor kunnen gaan spelen in de verloop van deze wedstrijd. Kuyt gaat voorlopig even door met waar ze mee bezig is. Dat is de statistieken lekker opvoeren en de punten maken die de ploeg nodig heeft. Ja. Dat zijn er dus inmiddels 18 als ik snel tel. 19 punten zelfs al. Van 31. Ja. Eenman sloopbedrijf Karin Kuyt. Of sorry. Ilse Kuyt. Je bedoelt de groeten aan Karin Kuyt. Ik snap het. Zes en die minuten. Heb ik ook nog wel eens de tegenstanders in slopen. Dus vandaar zal wel de macht en gewoonte zijn. Slachter met de pingel. Nee, Stiel bij Van Duin. Zou je zeggen. Noord-Riese krijgt uiteindelijk de bal onder controle. En 5 minuten plus te gaan. Aan de wiel met de goede baseline draai. Mooi gespeeld. Oh, hij valt ernaast. Ah, mooi gespeeld hoor. Close-out in de hoek van volgens mij Zoe Slachter was niet optimaal. Daar maakte Rosalie dankbaar gebruik van. En dan snijdt Ilse Kuyt mooi in. Ah, dan mag die bal er eigenlijk in. Maar dat lukte helaas niet. Maar rest er wel weer 2 vrijworpen. En daar is Grasshoppers weer, Ilse Kuyt. En weer gelijke stand. 33 gelijk, 5,5 minuten spelen. Het publiek lijkt nu echt wakker te worden aan beide kanten. Uiteraard willen ze bij CTO een fout voor een vermeende over de bek van Ilse Kuyt. Ilse die eventjes gewisseld wordt. Nou wordt het nog wel interessant wie er dan moet gaan scoren voor Grasshoppers. Want volgens mij heeft dat dit kwart nog niemand gedaan behalve Ilse. Maar die gaat dus eventjes van haar welverdiende rust genieten. Rebound voor Driessen. De actie van Koenen die hard naar boven ging. Nu eens kijken wat Grasshoppers daar tegenover kan stellen. Oeh, Rosalie vangt de bal niet helemaal goed. Beide kanten is er nou toch wel wat vrijheid. Rosalie aan de wiel voor 3, mist. Zoe Slachter loopt Noord-Ries omver. En Bente Verstegen is er met de bal vandoor. En dat is een fout. Met Bente Verstegen op de vrije worplijn. Tweede fout van Jara. Even een intermezzo bij de arbitrage op de baseline. Moet kunnen. Dan is de bal terug en dan gaan we kijken of dat de vrije worpen een wijziging kunnen brengen in deze 33-33 tussenstand. 4 minuten 49 te gaan voor de rust van de derde periode. 2 punten inmiddels voor Versteeg. Die vervolgens de volgende vrijworp. Ook nog het ringetje zit gaan. 2 verschil. Signaal van de tafel. Dat betekent dat we een wissel krijgen. Simone van Week komt terug het veld in bij de titelverdediger. En voor CTO zien we Maaike van Zijl. Noord-Riesen met de opbouw. Rosie Kambier. Balverlies bij Verbeek. Versteeg. We zitten wel naar een echte finale te kijken vandaag. Scores zijn laag, de punten duur.
beetje rommelig in veel fases. Terwijl we een hele knappe bal zien van Sally Slachter. 10 punten inmiddels voor de center van Breeman Rotterdam wilde ik zeggen. Maar het is natuurlijk CTO vandaag. We krijgen twee maal een fout van Bente Versteeg. Ik zou zeggen twee maal in verband met teamfouten. Ja. Rosalie had dat ook door. Die ging al op de vrije worplijn staan. Komt hij mee op 5 punten. De topscorer van Grasshoppers door het hele seizoen heen. Vandaag nog duidelijk niet, maar reken er maar op dat zometeen ook zij zich nadrukkelijk met de scores zal gaan bemoeien. 35, 37, 4 minuten 5 seconden te gaan in het derde kwart. En er is nog steeds niets te zeggen over wie deze wedstrijd naar zich toe zal trekken. Zo, Bette Versteeg maar even positie. Evie Dekker vangt de eigen rebound en gooit dan die bal er meteen weer in. Zo wordt het gat weer 4 in het voordeel van CTO Amsterdam. Verbeek gaat hard omhoog. Krijgt weer de punt. Nou zijn ze bij Grasshoppers niet tevreden dat de call niet mee wordt gegeven. Dekker, 9 seconden op de schotklok. Goeie help van Verbeek. Ja, daar moet Noor eerder komen. 12 punten verslachten. Toch wel wat problemen nu bij Grasshoppers om verdedigend dicht te houden en de inside mensen te stoppen. Aanvallend krijgen ze nog steeds geen voet aan de grond. En met Ilse Kuyt op de bank lijkt dat probleem nog even aan te houden. Van de beeld... krabbelt eens onder zijn baardje en kijkt eens wat hij nu gaat doen. We hebben een voetbal. Komt een wissel aan bij de ploeg uit Katwijk. Waar Maaike van Osnabrugge zich klaarmaakt om in te vallen. Voor Naomi van Duin en bij Oud Mighty Mouse terug zien komen. Mia Hordijk. Ja, dat is duidelijk als je dan... Als we het dan hebben over inside mensen afstoppen, dan zet je Mia Hordijk erin. Oh, zo is Boksen er nog eentje, dus pas maar op. De bal gaat terug naar Grasshoppers. Hordijk staat erin en balverlies bij Slachter. Ik kan me heel grappig zitten doen achter die microfoon, maar het lijkt erop alsof Van der Beeld het wel goed ziet in deze. Wissel gelijk bij CTO, waar zo in Slachter gaat zitten en Kato Koenen terugkomt. Weer balverlies bij Noord-Riessen. En daarna een fout gefloten tegen Simone Verbeek. Had gefloten voor Simone Verbeek. En een wissel bij de Kattekers. Rosie Kambier gaat zitten. Ilse Kuyt komt terug. Ja, we hebben punten nodig, zal coach Van der Beeld denken. En dan komt de topscorer terug. Nog 2 minuten te gaan in het derde kwart. Stand 35-41 in het voordeel van CTO Amsterdam. Die nu weer de aanval zoeken en 3 seconden krijgen tegen Kato Koenen. En ik denk dat dat de juiste beslissing is. Hordijk zoekt naar de openingen. Vindt hij bij Driessen. Driessen met 1 tegen 1. Nee, bal terug naar buiten. Hordijk met de drive tegen Jorritsma. We krijgen 2 maal voor CTO in de persoon van Julia Jorritsma. Na de persoonlijke fout van
Maaike van Osnabrugge. Ook dus 15 fouten voor Grasshoppers. Laten we hopen dat dit niet de laatste anderhalve minuut, 1 minuut 45 van dit kwart zo doorgaat. Want dan lopen we alleen een beetje heen en weer te wandelen voor vrije worpen. Ja, met deze stand zie je ook nog zomaar een verlenging verschijnen aan het eind van de reguliere speeltijd. Dus dan wordt het een latertje als dit zo doorgaat. Hopen dat de teams zich kunnen aanpassen aan de foutenselectie. En daar slim mee om kunnen gaan. Zodat we in ieder geval blijven zien waar we voor komen. Een basketbalwedstrijd. Voor vrije worpenwedstrijden kunnen we de computer ook aanzetten. Jorritsma scoort de eerste punten van de wedstrijd. En dat is opvallend te noemen. Sterke drive met een heel best blok van Kato Koenen. 7 seconden nog op de schotklok en de bal is van Grasshoppers. 1:28 op de wedstrijdklok. Die bal die gaat niet naar Hordijk. Goed gelezen van Mia Hordijk, maar kon de bal niet controleren. Daar komen de schutters, zeggen ze dan. Kati Goud. En Rosalie aan de wiel. Terwijl voor CTO Nanneke Vissers terugkomt. Zo, daar hebben we een beste persoonlijke fout van Meike van Zijl. En krijgen we 2 keer voor Rosalie aan de wiel. Aan de wiel schoot net de vrije worpen raak, allebei. Komt nu ook heel cool op 7 punten en de kans op 8. Waarmee het gat dan teruggebracht wordt naar 37-42. 8 punten voor Aan de Wiel, 5 punten verschil nog tussen beide teams. In het voordeel van de Amsterdammers. Nanneke Vissers voor 3. Mis. En de kleine Hordijk gaat daarin gevecht voor de rebound. Waar Noord-Driessen uiteindelijk met de bal vandoor gaat. Wordt gezocht in de corner naar Kati Goud. Mia Hordijk en Ilse Kuit even met de controle. Valt direct Julia Jorritsma aan. Oei, oei, oei. Mia Hordijk pakt die bal ertussenuit en scoort hem. Nou hoor, die lijkt zich toch wel eventjes in het gevecht eraan mengen. 4 punten voor Hordijk inmiddels. Gaat er nog 3. Nou, dat is een goede aanvoort van Rosalie aan de wiel. Bal bezit terug, 30 seconden op de klok. En dat betekent dat CTO nog minimaal 1 keer die aanval mag opbrengen zometeen. Noord-Driessen. Knappe bal, Noord-Driessen met een score. Kijk, nou wordt het interessant als die meiden de weg naar de ring beginnen te vinden en gaan finishen. Dan hebben ze nog wel heel veel wapens. En nou is het interessant om te gaan zien wat CTO daar tegenover gaat stellen. Je hoort het publiek dat het lekker mee doet. Blokshot! Blokshot bij Ilse Kuit. 3 seconden en 2/10 op de schotklok. Nee, op de grote klok zelfs. En balbezit voor CTO op de baseline bij Evie Dekker. En Julia Jorritsma die scoort. Zo komt er een einde aan het derde kwart. Met een stand van 41-44 in het voordeel van CTO Amsterdam. 17 tegen 19 dus in het voordeel van de Amsterdammers na rust. En hele goede vooruitzichten voor de talentenformatie uit Amsterdam om hier de hoofdprijs te gaan pakken. We zien inmiddels de ploegen voor de damespromotie divisie finale ook binnenkomen.
Zoals u wellicht weet, zullen we die ook streamen. Zoals u wellicht weet, gaat hier tussen Das uit Delft en Jolly Jumpers uit De Bergen. De wedstrijd die zal zometeen na de prijsuitreiking en eventuele interviews op deze plek te vinden zijn. Laatste kwart, 1 minuut 15 nog totdat we de periode zullen gaan beginnen. CTO Amsterdam met 44-41 voor Grasshoppers. Je hebt 10 punten voorlopig voor Nanneke Vissers, 3 voor Bente Versteeg, 3 voor Julia Jorritsma, 12 voor Zoe Slachter, 6, nee ik moet zeggen, ja wel 6 voor Kato Koenen en 7 voor Evi Dekker. Aan de andere kant van Grasshoppers, 4 punten voor Mia Hordijk. Twintig punten inmiddels voor Ilse Kaart, 2 voor Noord-Driessen, 8 voor Rosalie aan de wiel, 7, 6 moet ik zeggen voor Naomi van Duin. En 41-44 is de stand. We zullen zo meteen via een nieuwe link de dames promotiedivisie finale gaan streamen. Zoals u wellicht heeft gezien op de social media her en der. Jorritsma, Dekker, Slachter, Kato Koenen en Nanneke Vissers aan de kant van CTO. Noord-Riese, Rosalie aan de wiel, Kati Goud, Mia Hordijk en Ilse Kuit voor de titelverdediger uit Katwijk. Ja, dat is een persoonlijke fout voor Kati Goud. En dat rijmt ook nog eens. En dat was niet eens de intentie. We krijgen ondertussen een mooi compliment van de technisch directeur bij de Basketbalacademie Zwolle. Bedankt, mooi dat je meekijkt. We hebben baseline out of bounds voor CTO. 16 seconden gespeeld in de vierde periode. Als Evi Dekker probeert inside te gaan, Rosalie aan de wiel verslaat. Bal uitpaas naar Vissers. En een. Ja, ik zou dit toch graag willen scouten als een steal van Mia Hordijk. En uit de sprongbal gaat inderdaad de ploeg de bal naar de titelverdediger. Dit is splitsen. 24, 25 seconden gespeeld. Noord-Driessen mag gaan bouwen aan aanval. Die mogelijk de aansluitingstreffer voor de ploeg even van, in de weg. Van de beeld. Noord-Driessen wilde pasen naar Mia Hordijk. Oh, dat kon helemaal niet. Heerlijke. Want er stond een scheidsrechter. Kati Goud voor 3. Mis. Mia zit er weer tussen. Die duwt hem tegen iemand aan. Oeh, die leek op de lijn te staan. Maar de scheidsrechter beoordeelde dat anders. En we gaan dus door met CTO-bal. Eerste minuut in het laatste kwart is voorbij. In de laatste kwart, dat wil zeggen van de reguliere speeltijd natuurlijk. Als Dekker de bal bij Visser bezorgt en via de voeten van Noord-Driessen die bal over de achterlijn verdwijnt. 1 minuut 3 hebben we gehad en nog steeds is het gat 3 punten tussen beide ploegen. Waarbij de Amsterdammers met 14 gingen winnen vroeg in het seizoen in Katwijk. En de Katwijkers met 21 wonnen in Amsterdam. Die gaten lijken we vandaag niet te gaan krijgen. Ilse Kuit met een goede rebound. Bal gaat naar buiten naar Mia Hordijk. Die probeert Julia te verslaan. Kati Goud weer vrij, maar net niet genoeg. En Noord-Driessen vrij, de short corner. Ja hoor! Daar is de aansluiter, 43-44. Ja, dit belooft toch een mooi uiteinde te worden van deze onder 20 competitie. Die eigenlijk in die wedstrijd laat zien hoe spannend het hele seizoen al is. Met vele ploegen die zo lekker meedoen. Mentale aspect gaat natuurlijk ook meespelen nu. Nu gaat het erom, kun je een wedstrijd winnen? Kun je even doordrukken op het moment dat de tegenstander wankelt?
Interessant om te zien welke ploeg daar het best toe in staat is. Prima pick and roll. Koenen gooit hem er niet in, maar Versteeg met de rebound. Joris maar dan met 3. Bord. 3 punten. 6 punten voordeel van EWBC afkomstige forward. Het gat is 3. Veel schuddende hoofden en die 3 punten. Maar hij telt wel. Daar gaat het toch om. Goeie drijf, Mia Hordijk. Zo. Coach van der Bilt zou het fijn vinden als er wat opgetreden wordt tegen het ogenschijnlijk fysieke verdediger. Babbelt even met scheidsrechter Van Kampen. En scheidsrechter Rewers wacht even totdat zijn collega klaar is met het intermezzo. Nou, er wordt gelachen. Dus we kunnen weer door. Iets meer dan 2 minuten gespeeld. 10 seconden op de schotklok. Kuit tegenover Koenen. Heel ver. Mia Hordijk zit er weer bij voor de rebound. En Noord-Driessen pakt hem daardoor. Ja hoor, weer balbezit voor Grasshoppers. Mooie bal hoor, Noord-Driessen. Zo krijgt het op de kant te horen van haar coach dat ze het schot maar weg moet geven. En niet te veel moet instappen. En Noord-Driessen maakt daar gebruik van. Maar we hebben CTO weer in de aanval. Kato Koenen kikt hem uit naar Julia. Die heeft er net eentje ingegooid. En die denkt, nou laten we het nog maar een keer proberen. Maar vanuit die hoek is het met bord bijna onmogelijk. En Mia Hordijk vangt hier de fout op. Wissel aan de kant van de Grasshoppers. Waar Naomi van Duin het veld in komt. Zij vervangt Else Kuit. Dat betekent even wat meer power onder de borden. En Versteeg weer op de vrije worplijn. Die moeite heeft met de vrije worpen vandaag. Kijken dat de tweede het wel doet. Ja. Versteeg op 4 punten. Terwijl de klok even blijft stilstaan en we inmiddels wel weer beweegt. Noord-Driessen nog maar een keer. Oh, wat een scoren. Knappe bal hier. Zo, we moeit. Noord-Driessen zit nog uitdrukkelijk met een score in het laatste gedeelte van de wedstrijd. Ik denk ook dat dat haar rol is. Veel ervaring. Speelt goede minuten bij de dames in de Eredivisie. Koenen met een goede rebound. Midden in de playoffs. Goeie help, Mia Hordijk. En de bal is voor Grasshoppers. Noord-Driessen mis. Rebound Bente Versteeg. Die ook meteen weer tempo maakt. Dat doet ze goed. Loopt Mia Hordijk ze wat omver. Maar het spel mag verder. Drie punten Julia Joritsma mis. En de rebound is voor de kleine Mia Hordijk. Die weer 3 mannen aan haar heeft hangen. Kleine centimeters misschien, maar groot van hart. Jeetje, wat een strijder. Ik zie dat Simone Verbeek terugkomt in het veld. Zij heeft inmiddels Kati Goud vervangen. Ik denk dat er nu discussie is of er balbezit was. En dat wordt beoordeeld als wel. Dus de bal was voor Mia Hordijk en die is daarna afgepakt door CTO. Dus we krijgen een nieuwe 24 zo het nu lijkt. Oh nee, toch naar 14. Daar stond hij namelijk al. Bente Versteeg in de hoge pick-and-roll. Zoekt naar Zoe Slachter die daar een bal probeert door te frummelen. En dat in de tweede instantie ook niet lukt. En dan gaat Noord-Driessen er met de bal vandoor. Die gooit hem in de lane bij Mia Hordijk. Die direct de mismatch ziet. Aanvalt. Oh, en daar is een fout gemaakt door Kato Koenen.
En zo gaat Naomi van Duin naar de vrije worplijn. Prima actie van Duin. De fout gaat naar Cato Koenen. Dat is de vierde. En dat is vroeg hoor, voor de vierde fout. 5 minuten 30 nog in de vierde periode. En ik durf niet eens meer te zeggen in de laatste periode. Want ja, met zo weinig ruimte tussen beide ploegen. Van Duin scoort in ieder geval de eerste vrije worp. Komt daarmee op 7 punten in deze wedstrijd. Tweede is te kort, rebound via Cato Koenen naar Nanneke Vissers. Ja, oh, Evi Dekker helemaal vrij onder het bord. Faked, gooit die bal er dan niet in en dan is de rebound voor Simone Verbeek. Oh, mooie crossover. En Ilse Kuyt met de rebound, die wil omhoog gaan en Evi Dekker hangt eraan de adem. Dan is de vraag of dit geen twee maal is, maar er wordt baseline out of bounds gegeven. Geen schot wordt er beoordeeld. Ik zou daar graag een discussie over aangaan als ik coach ben. Nou, alles wat dus Katwijk is, wordt helemaal gek nu omdat ze geen tweemaal krijgen. We krijgen een time-out. We zien 5 minuten 9 op de klok. We zien 48-48. Ik zeg thriller. Het is een wedstrijd waarin we zien dat coach Robin van der Bult zijn ploeg nu even toespreekt in de time-out. En we zullen zo meteen van mijn collega horen waar hij het precies over gehad heeft. Het is nog net niet dat hij een hengel met een microfoon naar beneden hangt, maar het is aardig te volgen vanuit boven hier. We zien langzaamaan ook steeds meer toeschouwers toestromen. Dat betekent dat ook de toeschouwers voor de finale van de dames promotiedivisie zich langzaamaan in de richting van het sportcentrum hier in Zwolle hebben weten te bewegen. De lopen gaan weer aan het eind van de time-out. En dan horen wij ongetwijfeld even van mijn collega waar het over ging in de time-out bij Grasshoppers. De belangrijkste boodschap bij coach van der Bult was met name het doorzetten. Hard blijven gaan. Geen halve dingen doen, maar aan blijven vallen. En dat zal vaak het devies zijn. Maar met zo'n gelijke stand kan het natuurlijk nog alle kanten op. Ilse Kuyt staat inmiddels vrij op de driepuntlijn. Die legt ook gewoon aan natuurlijk. En mist hem. Maar daar zit weer Naomi van Duin bij de aanvallende rebound. Die speelt een lekker wedstrijdje hoor, voor de ploeg uit Katwijk. Ik ben benieuwd wat de bondscoaches van de 120 vandaag ook op tijd wakker zijn om de stream te kijken. Oh, wacht even. Ik heb er eentje naast me. Oh, en er zit er daar ook eentje op de tribune. Nou, helemaal geweldig. Rebound en een run voor Ilse Kuyt. Daar gaat de emotie spelen. 22 punten. Ja, ze zijn alle drie natuurlijk, want Thijs Vollmer zit ook in de staf. Wordt ondertussen druk naar me gezwaaid door de meiden van Jolly Jumpers, die met dames en zojuist zijn binnengekomen. Het schijnt dat daar een behoorlijke dubbeldekker mee komt uit Terbergen. Vol met fans. Zo'n grote voordeel van in een vereniging zitten. Dat er in zo'n vereniging door heel veel mensen heel betrokken zijn en graag meegaan. Leuk, we hopen weer op een goed gevulde hal. Goeie paas hoor. 14 punten inmiddels voor Zoe Slachter. 50 tegen 50, 4-25 te gaan. Met Noord-Riese tegen Cato Koenen in de 1 tegen 1. Bal gaat terug naar buiten naar Aandewiel. Verbeek, Kuyt. Kuyt naar de post, nee, Kuyt inside. Oh, Verbeek goed paas in het bord. Oh, gekke van Vissers. 50 nog steeds, 4 minuten en 6 seconden te gaan in de vierde periode van de finale. Bal kan niet inside, dus moeten we gaan drijven. Nanneke Vissers met het tactieke hoekshot. Wordt nog maar eens een keer, komt op 15 punten en het is 50 tegen 52. 3 minuten 50 te gaan nog op de grote klok. Het gaat nou wel echt spannend worden hoor jongens. Er zitten nog wel wat wapens aan de kant bij Grasshoppers. Die zullen ongetwijfeld zo er nog weer bij komen. Maar een van die wapens is Noord-Riese. En die lukte dit keer niet om de punten te verzilveren.
Lekker dus met de rebound. Dus Versteeg weer voor CTO. Vissers. Ja. Weer buiten Versteeg. Nee, dat is een Slachter. 16 punten voor Slachter. 3 minuten 14 te gaan. En time-out aan de kant van Solar System en Grasshoppers. Waarop de jonge Alissa van der Plasna, zo te zien, iedereen de minuten inmiddels al wel heeft kunnen maken. En aan de andere kant van de zaal zien we... als ik heel snel tel dat iedereen met uitzondering van de geblesseerde Amy Hayford wel op het veld gestaan heeft, zeg ik dat goed? Ja, lijkt me wel. 3 minuten 14 te gaan nog en de finale nog alle kanten op kant. Het verschil is 4 punten. En dat betekent dat er nog van alles mogelijk is. Wat mij betreft mogen de lampjes weer aan. Ja, daar gaat het signaal. En dat betekent dat wij weer kunnen zien wat er gebeurt. En even ons kunnen concentreren op de dingen die er gaan zo aanstonds zijn. Nou, bij CTO was de boodschap niet heel ingewikkeld. Vooral door blijven gaan. Inside blijven zoeken. En verdedigen de druk erop houden. Dat doen ze eigenlijk de hele wedstrijd al goed. Moeilijke bal dit. Oei, een beetje geforceerd. Ik denk dat dit wel de 5 zijn voor Grasshoppers die het moeten gaan doen vandaag. Het is nu wel de volle formatie erin. En dat lijkt me niet meer dan logisch 3 minuten voor het einde. Minder zelfs nog. Ah, dit is een belangrijke possessie voor CTO als ze deze weten te verzilveren. Oh, push off, leek dat. Blijkbaar niks aan de hand. Een aanvallende rebound weer voor CTO. Ik heb de krant niet gezien vanmorgen, maar blijkbaar is er een FIBA-vergadering geweest. En de stiel bij Kuit. Zo, ja. Ik heb een paar tikken, maar dat mag ook door. Nou, tempo maken. Kons op snelheid. Rosalie aan de wiel. Mia Hordek staat daar vrij. Goeie paas hoor. Poh, wat een heerlijke paas. En daar gaan we weer. Het is nog maar 2 punten. 52-54. 2 minuten en 8, 7, 6 seconden nog op de klok. Wie nou, oh wie. Nou, moet je vandaag nog 1 puntje nodig voor een dubbel-dubbel. 3 punten voor Slachter. Nee, mooie crossover. Bal naar buiten. 3 punten. Mis. Dat ook Koenen met de rebound. Ja, de fout is voor Noord-Riessen. Dat is haar tweede persoonlijke fout. De vierde teamfout is alles hierna is vrije worpen voor het CTO. CTO heeft zelf nog een foutje meer om weg te geven. We zien 14 seconden op de schotklok verdwijnen. 1.48 op de wedstrijdklok. Balbezit bij Julia Jorritsma. Die naar Nanneke Vissers paast. Vissers met de... bijna balverlies. Slachter met de drive. Nee, Jorritsma bal naar buiten naar Vissers. 3 punten, valt niet goed. Rebound. Slachter. Ja hoor, hij is voor Grasshoppers. Systeem met Grasshoppers. 1 minuut 25 nog in deze periode. Mia Hordijk vindt de vrije man. Weer zelf weer door. Moeilijke bal wordt geblokt door Julia Jorritsma. 5 seconden op de klok. 4 seconden op de klok. 3 seconden op de shotklok. Maar ik denk dat de scheidsrechter dat even gaat aanpassen. Ja, die zet hem terug naar 4 seconden. Belangrijke possession. 1 minuut 10 te gaan. 2 punten verschil in het voordeel van CTO. Overleg weer tussen de mannen in het oranje. Een seconde erbij lijkt me toch het minimale. Oh,
We laten hem zo. We laten hem staan. Ja, waarom ook niet? Ze laten hem een seconde langer stilstaan. Ah. Nou, ze zijn nog steeds 3 seconden op de schot. Er wordt nu druk overlegd. Scheidsrechters gaan bepalen met z'n tweeën of ze dit echt 3 seconden vonden. En dus de bal meteen de andere kant op gaat. Of waar de klok dan wel op moet gaan staan. Nog 1 seconde wordt er gezegd op de schotklok. Dat betekent dat die bal van Grasshoppers gelijk de lucht in moet. Nou, kijken wie dat deze belangrijke actie even in zijn highlight film laat opnemen. We doen het verder niet met een schotklok, want dat apparaat op... waarom staat het er eigenlijk? Als je het ook zelf kunt tellen, toch? Er wordt nu nog meer gediscussieerd. Iedereen vindt er wat van. We werken met 1 seconde op de schotklok. Rosalie was vrij, maar er wordt gekozen voor Ilse Kuyt. De rebound is voor Zoe Slachter. Overtreding, want die bal die raakt helemaal geen ring of iets dergelijks. Maar goed, de bal gaat door. We zitten in de laatste minuut van de finale met CTO op voorsprong en CTO in balbezit. Evie Dekker met de bal. Nanneke Vissers met de drive. Oh, blokshot, Kuyt! Een moeilijke hoekshot wat misgaat. Het is een springbal. Ik zou zo graag die bal willen zien, die pijl willen zien. Die pijl staat in het voorstel van in het voordeel van de titelverdediger. Dit had sowieso balbezit moeten wezen voor Grasshoppers, want de 24 verliep. Maar werd gereset van in mijn beleving onterecht. Helemaal niemand door dat de 24 klaar was. 37 seconden, 17e in deze finale. Balbezit voor Solar System en Grasshoppers. Time-out voor Solar System en Grasshoppers. En dat betekent bal op aanvalshelft. Er wordt nog even gekeken of dat het nou 24 was of dat het een sprongbalsituatie was. Arbitrage die gaat er niet te hard op in. Het is niet dat de tactiek van de zaal nu direct ervoor zorgt dat men elkaar niet verstaat. Maar goed. 52 in het voordeel, nee 52 onder de naam Grasshoppers, 54 onder de naam CTO op het scorebord. Hier in het sportcentrum, het Landsteden Sportcentrum van Zwolle. 37 seconden te gaan, er kan nog zo verschrikkelijk veel gebeuren. Als we gaan kijken wie er in foutenlast zitten, dan zien we bij de ploeg uit Amsterdam 4 fouten op het bord voor Bente Versteeg. We zien er 3 voor Julia Jorritsma, we zien er 4 voor Kato Koenen, we zien er 3 voor Maaike van Zijl en we zien er 3 voor Zoe Slachter. Bij Grasshoppers nog helemaal niemand in foutenlast, maar Grasshoppers heeft de vlag wel staan en CTO nog niet. Nee, de CTO heeft een foutje weg te geven, maar dat is er maar 1. Het is belangrijk voor Grasshoppers dat ze nu scoren. Want anders moeten ze al bijna naar het fouten maken gaan. Nou wordt het niet fantastisch vrije worpen geschoten door CTO vandaag. En is de druk natuurlijk behoorlijk. Maar Noord-Riesen valt aan. Oh, mooie backdoor van Owe. En een gelijke stand en een time-out voor CTO. Goed gespeeld hoor. Hey. Van Duin met een dikke dubbel-dubbel inmiddels. 54-54. 0 punten verschil, 0 punten verschil op 30 seconden van het eind. Het zal in Katwijk bij de familie Driessen thuis voor de stream of wellicht dat ze hier ook zijn. Het is donker in de zaal, dus dat zien we niet helemaal. Zal men zich afvragen, maar jeetje, moet dat nou zo'n overtime die eraan zit te komen? Want vanavond moeten we nog naar Nederlands meer toe voor die alles beslissende 5e wedstrijd in de playoff finale. Play-off halve finale tussen Lone Lions en Solar System Grasshoppers. Maar voorlopig zijn eerst alle blikken gericht. En moet alles wijken voor de titel van de onder 20 ploeg van Robin van der Bilt. Die zijn team even op
koude kleuters kijkt. Elsje Kuit, die moedigt haar supporters even aan. En dat betekent dat het dan wel wat lawaaierig wordt op de tribune. Waar pandemonium van deze 120 finale, waarbij het kippenvel langzaam langs mijn ruggengraat omhoog komt. 30 seconden te gaan, minimaal nog één keer balbezit voor beide ploegen. Balbezit op aanvalshelft voor CTO. Ja, het is interessant om te zien wat er nu gaat gebeuren. Ik denk dat CTO kiest voor een bekende play, iets wat ze eigenlijk het hele seizoen al lopen. Maar misschien zeggen ze wel gewoon een eentje uit het normale playbook. Zullen hier ongetwijfeld afspraken voor hebben. Grasshoppers moeten stop maken en als CTO scoort dan doen ze goede zaken. Vaak dan ga je voor 3 of voor 2. We zien een mismatch onderin bij Mia Hordijk met Zoe Slachter. Maar die weten ze niet te bereiken. Wordt goed in de buiten. Oh, steal! En meteen ook een fout. Een onsportieve fout. Mamma mia. Onsportieve fout voor Evie Dekker. En dat betekent met 9 seconden op de wedstrijdklok. Tweemaal voor de nummer 11 van Grasshoppers. Die daarna haar ploeg ook nog balbezit aan de zijkant ziet krijgen. De arbitrage die buift de speelsters weg. Die accepteert het commentaar niet meer. En ziet hoe Naomi van Duin momenteel nu op de vrije worplijn staat. De belangrijkste vrije worpen in haar carrière. De eerste die gaat mis. En je ziet dat de druk toeneemt. Je ziet dat de druk enorm is op het moment. Het zou fijn zijn als ze er eentje ingooit. Je hebt daarna nog balbezit. Dus je kan gewoon 9 seconden aanvallen. 9 seconden. 9 seconden met 2 vlaggen. Time-out voor Grasshoppers. Grasshoppers neemt toch de time-out. Kijken of dat we kunnen meekrijgen wat er besproken wordt op de bank in Katwijk. Nee, we gaan aan de andere kant kijken, zegt onze razende reporter. En we zien verslagenheid op de gezichten bij CTO. De speelsters die snappen niet waar die onsportieve fout van net vandaan komt. En inmiddels zijn er toch al zeker 12, 13 seconden van de timeout voorbij als coach Van Kampen het woord neemt. Aan de andere kant is het coach Robin van der Beeld die zijn ploeg instrueert voor die laatste zo belangrijke 9 seconden. Opnieuw komt het op de laatste seconden van deze finale aan. Net als vorig jaar waarin Jolly Jumpers de titel voor het grijpen had. Maar ja, net zoals coach Kieftenbelt eerder al zei, net niet die laatste play los kreeg. De bank maakt de supporters van Grasshoppers nog een keer. En CTO komt uit de time-out. Mark, wat hebben ze meegekregen? Er werd wat gesproken over wat verdedigende afspraken. Er wordt geprobeerd om in ieder geval de bal weg te halen bij Mia en Noor. Dat lijkt me logisch. Verder mocht Zoe niet zo hoog opstappen als dat ze deed in de vorige play. Ook dat lijkt me logisch. We gaan kijken wat er nu gebeurt. 3, 2, 1. Gaat Hordijk het doen? Gaat Hordijk het doen? We gaan verlengen. Oh, en hoeveel seconden gaan er op de klok komen? Hoeveel seconden gaan er op de klok komen? De time-out werd aangevraagd op het moment dat die bal over de achterlijn ging. Een time-out voor Grasshoppers. En het wordt, voor CTO natuurlijk. En het wordt waanzinnig interessant om te kijken hoeveel tijd er nu op de klokken gezet wordt. De arbitrage op de middenlijn aan het overleggen. Wordt het 3/10, dan kan die bal alleen maar getikt worden. Alles onder de 3/10 is eigenlijk al zonde van de tijd. 0,3 op de klok. En zoals de arbitrage nu aan de assistentcoach van CTO mededeelt, de klok blijft op 0,3 staan.
Wat een enorme finale, wat een spanning en wat een thriller is het ondanks alles toch weer geworden. Beide ploegen geven elkaar geen duim breed toe. CTO staat in mijn beleving voor een schier onmogelijke opdracht om hier een verlenging af te wenden. Bij damesbasketbal met 0,3 seconden is het erg lastig om die bal ergens nog te tippen en te maken. Daar kan je absoluut in discussie gaan of er niet een seconde op de klok had moeten staan. Maar goed, we gaan het meemaken. Ik denk dat wij ons gaan opmaken voor een verlenging hier in zijn eerste wedstrijd in Zwolle. 0,3 op de klok, bal bij Versteeg. Die bal die gaat naar Vissers of naar Dekker. Hij gaat naar Dekker. Is hij aangeraakt, ja of nee? Hij is aangeraakt, wordt er gezegd. En dus gaan we naar verlenging. Dan gaan we naar verlenging. Ik zou het aardig vinden om even te zien. Arie hebben een herhaling wellicht, want op de monitor gaan we kijken of die bal dan daadwerkelijk aangeraakt wordt. Coach Kieften belt met onze regisseur Arie in het veld van iBasketball TV. De bal werd inderdaad aangeraakt. Prima beslissing dus van de arbitrage. 54-54. En we gaan 5 minuten verlengen. En ik kan me zo voorstellen dat men in Landsmeer langzaamaan juichend rondspringt achter de stream. Want dat betekent 5 zware minuten weer voor de formatie uit Katwijk, waar zoveel speelsters een belangrijke rol moeten gaan spelen bij de seniorenploeg in de ontmoeting vanavond. Nog een dikke minuut voordat de tip-off plaats gaat vinden. 54-54 met 15 punten voor Nanneke Vissers, met 22 punten voor Ilse Kuit, met 8 punten voor Noord-Driessen, met 11 punten voor de fantastisch speler Naomi van Duin, met 16 punten zelfs voor Zoe Slachter. Het is een ware heksenketel aan het worden, een ware thriller waarbij er zelfs na 40 minuten nog helemaal niks te zeggen is over wie hier de trofee zometeen in de lucht mag steken. De ploeg van Grasshoppers komt langzaamaan terug op het veld. En dat zien wij dat Noord-Driessen, Rosalie aan de wiel, Mia Hordijk en Naomi van Duin erbij staan. Wie zal de 5e speelster worden voor de ploeg uit Katwijk? Er moet er nog wel eentje bij hoor. Ah, kijk, daar komt Ilse Kuit aan. En aan de andere kant hebben we Bente Versteeg, we hebben Evie Dekker, we hebben Julia Jortsma, we hebben Zoe Slachter. En wie ben ik dan vergeten? Nanneke Vissers. 5 minuten te gaan. En laten we eens even zien wat er vandaan komt uit deze wedstrijd. We zijn weer bezig. Met Versteeg die Vissers vindt. Slachter post op, wordt goed verdedigd door Driessen. Versteeg komt niet tot een actie. Jorritsma. Jorritsma met 1-1. Moeilijke bal, mis. En de rebound is voor CTO. Rebound valt voor de ploeg in het roze. 14 seconden zullen zij normaal gesproken terugkrijgen op de schotklok. 23 seconden gespeeld in deze eerste verlenging. Ik zeg eerste verlenging omdat het zomaar kan zijn dat het 2 of 3 worden vandaag. Want ja, er is echt geen pijl op te trekken wie er hier die wedstrijd naar zich toe kan trekken. En waar mensen vaak in de sport hebben over de vorm van de dag. Oh! Zou je ook kunnen zeggen dat het gaat om de vorm van de minuut. Bente Versteeg met een prima score. Aan de andere kant is het Noord-Driessen met... Ook een prima score. En het is weer gelijk. Ja, als het zo stuivertje wisselen blijft, dan is het natuurlijk duidelijk dat het spannend blijft. Toch hadden veel mensen dit waarschijnlijk niet verwacht. Onwijs veerkracht van CTO. Zeker ook zonder Kiki Fleuren die vroeg uitviel in de wedstrijd. Maar nu inmiddels een stop. En kijken of Ilse Kuit legt gewoon aan voor 3.
En hop! Houd er ook in! Tongetje even uit de mond. Wat een ontspanning, mooi hoor. Heeft er al 30 denk ik of zo? Dat was pretty. 25 punten voor de jongste Kuip. En een 3 punten voorsprong voor de titelverdediger uit Katwijk. Hanneke Vissers met de 3 punten. Nee, gaat inside. Goed verdedigd, maar wel de score. 17 punten voor Vissers. Drie minuten nog. Mooi gaan. Fout voor Bente Versteeg. Tweemaal voor Naomi van Duin. Fout voor nummer 7 van CTO. Dat betekent dat er een rood bordje omhoog gaat. Bente Versteeg gaat zitten met 6 punten achter haar naam en 5 fouten op de strafkaart. Dat betekent een wissel voor de nummer 12, die is erin gekomen, Cadeau Koenen. Van Duin met de eerste vrije worp, die mis is. De tweede vrije worp voor mogelijk een 2 punten voorsprong. Nee, hij is mis. Cadeau Koenen met de rebound. 3 minuten, 4 seconden te gaan. In de eerste verlenging. Wow, mooi gespeeld. Vrij gespeeld. En weer een voorsprong voor het CTO met 1 punt verschil. 59 tegen 60. 18 punten voor Slachter. 1 punt voorsprong. 3 punten, Rosalie aan de wiel. Oh! Goeiemorgen. Zo. Dat is een lekker moment om je eerste 3 punten erin te gooien. En zo staan we weer 2 voor de Grasshoppers. Ah, het wordt steeds leuker deze wedstrijd. En de steal van Grasshoppers. Daar komt Mia Oordijk aan. Die temporiseert even. Zoekt de vrije man. Die wordt gevonden in Ilse Kuit. En nou Rosalie aan de wiel voor de 1 op rij. Hoppa! Time-out CTO! 2-3 voor mij! Mijn hemel! Nou ja, we zagen het aankomen natuurlijk al toen ze in het vierde kwart die vrije worp van de Nijs raak ging schieten. Toen hadden we al zoiets van, nou, daar komen de scores aan. En de eerste 3 punten van de wedstrijd is niet helemaal waard. Het is inmiddels de derde 3 punten van aan de wiel die op 14 punten staat. 5 punten verschil en voor aan Scheidung, zeggen we dan met een groot vraagteken erachter. 2 minuten te gaan en de time-out aan de kant van CTO, zoals u zult begrijpen. Het wordt steeds voller en voller hier in Zwolle. Het wordt steeds gezelliger op de tribune. De supporters van Grasshoppers die zien langzaamaan de kansen op de cup groeien. En we zullen zien wat men in de laatste 2 minuten en 6 seconden van deze verlenging daaraan toe kan voegen vanuit de ploeg. Jongen, wat een wedstrijd. Ik krijg de telefoon nu op mijn oren. Dan hoor ik wat ik zelf zeg. Ja, lijkt me prima. De 2 minuten te gaan nog. En 6 seconden. En Mart, als jij nou even wat zegt, dan kan ik een broodje eten. Als jij nou even praat, kan ik een broodje nemen. Ja, mijn broodje zit er inmiddels in. Babbel zit CTO. Ik heb net even zo kijken bij de time-out van CTO. Er werd een play uitgetekend. Met een pick-and-roll hoog. Er zal een screen komen aan de bovenkant. En ze gaan toch wel een beetje zoeken naar de 3 punten. Dat is niet een goede woord. Maar het zou wel fijn zijn als er even eentje in kan vallen. Evi Dekker. En de bal is nog steeds van CTO. 17 seconden op de schotklok. We zitten onder de 2 minuten. 1 minuut 59 om precies te zijn. Met als gezegd balbezit voor CTO. Tot een oude bounceplay. Cato Koenen met de bal. En Julia Joritsma die het spel gaat verdelen. Het is een drive en dit lijkt nog net. Ja, dit is een turnover. Ja, dit is een vervelende turnover.
En nu dus de kans voor, Grasshoppers om het gat nog wat groter te maken. Mia Hordijk, terwijl we weer een zone zien bij CTO. In de open ritme er wat uit te halen, maar dat ritme zit er ergens ook best wel in. Zo, dan krijgen we een tik en dus twee maal voor Mia Hordijk. En over het algemeen is zij behoorlijk cool op de vrije worplijn. Dus daarbij is ook de vijfde fout voor Kato Koenen. Dat was de enige ander die op scherp stond bij CTO en die moet dus het veld verlaten. We krijgen Mia Hordijk op de vrije worplijn voor twee maal. De eerste zit erin en zo wordt het gaatje 6 met 1 minuut 38 nog op de klok. En ook de tweede valt binnen. Vuistje rustig aan in de lucht. We hebben 7 punten voorsprong met nog 1,5 minuut. Grasshopper zit in de driver's seat terwijl Evie Dekker aanlegt voor 3 en die mist. En dan is de rebound voor Rosalie aan de wiel. En mag Mia Hordijk het voor de rest weer gaan opzetten. Het tempo mag er wat uit volgens coach Van de Beeld. Dat lijkt me ook een goede aanrader. Mia neemt dus ook de tijd. Ilse denkt, nou doe mij er nog maar eentje. En ik denk dat als zo'n wedstrijd dat ook moet doen. Noord-Driessen de rebound en nou kunnen ze weer wat tijd nemen. Noord-Driessen op de kop. Mia Hordijk 3 punten. Mis. En de bal is weer voor CTO, die nu toch wel wat haast mogen gaan maken. We zitten onder de minuut. En daar is de drive met een fout van Mia Hordijk, maar de bal gaat er niet in. Visser is inmiddels goed voor 17 punten in deze wedstrijd. Naar de vrije worplijn. Schoot voorlopig 1 vrije worpraak. En hij heeft er nu echt 2 nodig. En zal ook merken dat de druk immens is in deze verlenging. Ja, wat heet? De eerste gaat mis. En de tweede moet je bijna rebound hebben. Zoeken naar de 3-punter. Hij gaat erin. 18 punten voor Nanneke Vissers. Die begon de basketbal bij Black Eagles, daarna via EBBC bij CTO terechtgekomen is. Vanaf de baseline een fout gezien van de nummer 5 van CTO, Nanneke Vissers. En dat betekent dat Noord-Driessen naar de vrije worplijn mag. 6 punten verschil, 43,7 seconden te gaan. Ik mag zeggen dat als dit valt, dat het... over en uit is. Je ziet dat ook al was de wedstrijd van Grasshopperskant niet altijd even goed, dat er een aantal meiden waar je dat ook van mag verwachten uiteindelijk opstaan. Noord-Driessen met een aantal belangrijke ballen. Mia die er toch wel wat vuur in de wedstrijd brengt. Daarbij terwijl we een turnover zien op een loopovertreding ongeveer in de cirkel. Daarbij Ilse natuurlijk de hele dag al een fantastische, eigenlijk de hele wedstrijd fantastisch speelt. En Rosalie aan de wiel die eigenlijk geen bal binnengooit. En op het moment dat het dan moet gebeuren, er staat en met 2-3 punten op rij eigenlijk het lot van CTO lijkt te hebben bezegeld. Ja. En ik denk dat dat klopt, want het is inmiddels 8 verschil met 25 seconden te gaan. Ja, en ik ga ze niet meer uit de handen geven. Nederlands kampioen 2016-2017 in de onder 20 eredivisie wordt, ondanks dat CTO hier wellicht nog een keer scoort via Jorritsma. Nee, de overwinning gaat naar de ploeg in het geel, de titelverdediger, de ploeg van Robin van der Bilt en zijn maten. Solar Systemen Grasshoppers is 8 seconden van opnieuw een titel verwijderd. Viert langzaamaan al feest op de bank. Viert langzaam feesten in het veld en ook de supporters die dansen inmiddels. En dan worden het 8 hele mooie secondes voor de formatie in het geel. Die nog even over de middenlijn komt en dan ziet hoe de titel van de 120 Eredivisie
opnieuw in Kortrijk terechtkomt. Solar Systemen Grasshoppers 120 is kampioen met Ilse Kuit voor 25 punten vandaag. Noord-Riese voor 10, 14 voor Rosalie aan de wiel en 12 voor de fantastisch spelende Naomi van Duin. Voorzitter John Spaan inmiddels bij de technische staf van de formatie. Die de nummer 1 van Nederland is en feest viert. Waar de kop is bij CTO toch wel strak staan nu. Wordt even feest gevierd nog voordat de handjes geschud worden. Verdiende Nederlands kampioen denk ik bij de 120. Over het geheel toch veel individuele kwaliteiten. En laten zien ijskoud te zijn aan het einde van de wedstrijd als het erom gaat. Ja, en dan denk ik dat je het verdient om Nederlands kampioen te worden op deze dag. Gefeliciteerd. We hopen dat we straks nog wat meiden voor een korte vraaggesprek hierboven kunnen vangen. Maar we laten ze uiteraard als eerst eventjes genieten van dit moment. 69-61, we gaan nu even alleen laten, noem het maar even zo, met de prijsuitreiking die zometeen gedaan kan worden. We zien Dennis Bouwmeester inmiddels op het veld. En we zien ook Fred van Urk die namens het bestuur van de NDB de prijzen zometeen, de medailles zometeen zal omhangen bij de respectievelijke speelsters. Thank you.
Landskampioen bij de onder 20 dames. Grasshoppers, sonarsysteem in grasshoppers. En dat was een klein kippenwel momentje daar op het eind. Met de beker in haar hand kwam terug naar haar team, Kati Goud. Kati speelt haar laatste wedstrijd vandaag. Stopt met basketballen. En gaat dus met een enorme knaller van een wedstrijd. Beëindigt ze haar carrière. Mooie afsluiting van een bovengemiddeld schutter, als je het mij vraagt. Die niet altijd de credits kreeg waar ze recht op had. Beter is dan wat veel mensen denken, als je het mij vraagt. Maar goed. We gaan afsluiten hier voor wat betreft de onder 20 finale. We zien Grasshoppers nog even het publiek bedanken en gaan dan staan voor de overwinningsfoto. Ja, die moet natuurlijk ook even genomen worden door de supporters op de tribune. Het is een mooi moment om een eind te maken aan de wedstrijd hier. We gaan even de lucht uit. U zult zometeen via iBasketball, via de Facebook, via de site en via de stream van de NBB op YouTube kunnen zien. Waar wij zo meteen terugkomen bij de damesfinale, moet ik zeggen, tussen DAS en Jolly Jumpers. Voor nu, mede namens mijn collega Mark Kieftenbelt, dankt voor het kijken. En wij hopen u zo meteen bij de damespromotiedivisie tussen DAS en Jolly Jumpers terug te krijgen.